Vandaag een site, het populairste tv-programma van SBS6, is per direct ten einde gekomen. Johan Derksen heeft in de uitzending van vanavond aangekondigd dat hij stopt met tv maken nu hij door veel partijen gecanceld is vanwege de uitspraken over zijn jeugdzonde. Wilfred Gené en René van der Gijp zijn solidair en stoppen er ook mee. Veel mensen denken dat Johan zijn verhaal heeft veranderd om zijn hachje te redden. Dan zeggen ze, hij trekt het terug. Nee, ik ben te voorbarig geweest hier zonder de kennis paraat te hebben. Dan breekt geweldig de pleuris uit. Dat is een uitglijder van mij. Ik ben uitgegleden. Dat is dom en voor de tv is dat dodelijk. Johan heeft na 20 jaar zijn radioshow moeten inleveren, zijn theatertour is gecanceld en ook VI's hoofdsponsor Toto stopt ermee. Ik heb vandaag de rekening gepresenteerd gekregen. Het is niet te geloven, zegt hij. Ik doe al 5 jaar 125 schouwburgen per jaar en ik ben met de laatste serie nu bezig, ik ben overal ontslagen als een soort misdadiger. Het is compleet ontspoord, aldus Johan. Ik kom vandaag thuis en politie bij de deur. Als je Grollo inreed een heel groot spandoek, verkrachter. De politie heeft het weggehaald. Ja, dan denk ik, is het me dat nou waard om hier leuk en geestelijk onafhankelijk gaan zitten te doen? Johan erkent dat het zijn eigen schuld is. Ik heb er zelf een verkrachting van gemaakt. Dat meisje is verder niet aangeraakt en er is verder ook geen kaars ingestoken. Dat kon ook helemaal niet, want het was zo'n ding. Het is wel opvallend dat hij het verhaal zo fundamenteel heeft aangepast. Dat komt omdat ik een verhaal vertelde van 50 jaar daarvoor. Ik had niet alles paraat. Ik moest er een eind aan breien, het moest smeuïg, maar later toen ik erover nadacht. Johan stopt ermee. Ik accepteer het is mijn schuld, ik ben met dat kutverhaal gekomen en dat heb ik nog onduidelijk uitgelegd en op de verkeerde toon. Het is mijn schuld. Er is geen ruimte meer voor mij. Dan kan ik beter zeggen, jongens, jullie hebben nog 5 of 10 jaar te gaan, ga samen weer voetbal een site maken en ik trek me terug. Collega René van der Gijp, nee, dat geloof ik niet. Jij hebt ook nog 10 jaar te gaan. Kijk hem zitten, met z'n 73. Johan, we zitten hier 14 jaar, het is 3 keer misgegaan, pruikje, aquatie en dit. 3 keer. Het valt wel mee. Johan, ik geloof dat het voor alle partijen beter is als ik naar Grollo ga en me niet meer laat zien. Johan meent het serieus. Wat mij een beetje in het verkeerde keelgat schoot vanmiddag met de directie is dat ze zeiden dat wij onze oprechte excuses moeten maken en dan gaan hem bepalen hoe het verder gaat. Dan denk ik ja, we zitten hier een examen excuses maken te doen, lik mijn reet. Hij laat zich niet te lee lezen. Ik heb hier wel een paar relletjes meegemaakt en weet je wie altijd het eerste in paniek zijn? De directie van Talpa. Die staan nooit achter je, maar die zijn altijd in paniek. Ze wilden ons vanochtend een briefje meegeven wat we voor moesten lezen. Flikker op zeg. Johan wil een beslissing van de Talpa-directie voor zijn. Ik kap. Wilfred en René stoppen ook. Het is samen uit, samen thuis. De laatste woorden van Johan? Ik vind het mooi zo.